get owned! Get owned, vriend! Oh, shit, ouwe! Yo, de mensen, super dood. Jullie kijken deze gloednieuwe Fortnite in mijn kanaal Games 3, jongens. En vandaag heb ik een super speciale video. Ik ben namelijk een solo potje gestart en deze game was ziek vet, jongen. In het begin had ik zoveel kills echt super snel gemaakt. Echt binnen een 2 minuten hadden we echt... Ik ga niet eens verklappen hoeveel kills. Maar we gingen echt super ziek. Dus hopelijk hebben jullie zin in deze video. Vergeet niet zeker even te abonneren op mijn kanaal. En natuurlijk deze video te belonen met een duimpje omhoog. Kunnen wij voor de 2000 likes gaan. Dat zal super dope zijn natuurlijk. En de skin gift giveaway loopt natuurlijk nog steeds. Volg mij even op Instagram. GamesRealYT. En je moet natuurlijk geabonneerd zijn op mijn kanaal. Heb je dat gedaan? Laat dan even onder deze video achter dat je de stap hebt gedaan. En dan zeg ik, let's go met de video. Zo mensen, zijn natuurlijk in het potje aangekomen. En we gaan lekker naar Frenzy Farms natuurlijk toe. Een super chille stad om te landen. Eigenlijk is het geen stad. Boerderij om te landen, je snapt wat ik bedoel, het heeft een naampje, dus we noemen het eigenlijk altijd automatische stad op een of andere manier. Maar ik ben er gelijk uitgesprongen zoals je ziet, de bus ging er direct overheen, dus het wordt waarschijnlijk pleurisje druk hier zou ik maar zeggen. Dus we gaan ons best doen. Holy damn, echt de hele lobby is hier geland, what the fuck. Ik denk dat ik gewoon hier ga landen, man. Ik denk dat dit eigenlijk best wel een goede tactiek is om hier te chillen. Want we kunnen even rustig looten, ik hoop dat ik in ieder geval chille guns kan vinden. I got him, bitch! Doei vriend, is kill binnen, let's go man. Dat is zo dom om uit die kist, hoe heet dat, te gaan strijden. Oké, ik heb in ieder geval een gun. Dat is in ieder geval al iets. Ik moet wel een betere wapens vinden. Aangezien hier volgens mij ook iemand zit. Oh my god, ik hoor allemaal voetstapjes jongens. Ik durf hier niet naar binnen te gaan. Fuck, ik moet het doen. Let's go. Let's go. Fuck. Oh my god, ik heb loot nodig. Oh my god, ik heb al 3 kills. Oh wacht, ik moet hier naar beneden. Oh my god, get dit. Oké, okay, nice. Oh, en een pump. Chill. Let's go. Oh my god, ik heb gewoon alle shit wat ik nodig heb. Maar hier zit nog een guy. 1 hit. Hij is hier buiten, jongens. Oh my god, dit gaat echt lekker. Oh, hij is 100% ergens hier. De bos ingezet. Fuck it. Oké, okay, die guy is denk ik weg, man. Of hij is omgelopen. Nee. Oh jawel. Ik hoorde iets kapot gaan hier. Ja, hij loopt hier. Wat een gek. Okay, hij zit hier. Wacht, ik moet even goed een angle op hem krijgen. Wacht, ik heb een idee. Let's go. Oh, shit, ouwe. Dylan is on fire, boys. We hebben 4 kills nu al. Geef mij die groene jaar. Dankjewel. Oh my god. Bro, die pistol heeft me gewoon... Wat is het? 3 kills volgens mij opgeleverd. Maar way, yo. Dat had ik niet verwacht. Holy shit, ouwe. GG. Oké, okay, nice. We hebben een RPG. Of hoeveel nades zijn dit? Oké, okay, ik neem er nades mee. Fuck it. Ik vind die groene RPG veel te slecht om te gebruiken. Ik hoor hier dichtbij veel... Oké, okay, nice. Hier zit iemand. Daar, ik zag daar verderop ook iemand lopen. Die loopt nu shit de velden in. Ja, nice. 100. Lekker. Spray gewoon, spray. Let's go, boys, man. 5 kills. Ik doe echt eigenlijk helemaal niks, man. Ik spray maar gewoon alles een beetje onder. En het gaat super goed, man. Maar ik zag daar nog een guy lopen ergens. Waar is die kerel heen? Oh, hier. Nice, hij is fucking low. Hij is super low. Kom op, raak hem, Dylan. Nice, let's go, man. 6 kills. Oh, dit gaat echt fucking chill, man. Holy shit. Oh, mijn stem gaat er ook gelijk van omhoog. Hé, hey, jongens, we moeten wel even zo praten, hè. Godverdorie, hey. Holy damn, ouwe. Oh, shit. Soms is die bloem echt kut van JR, maar holy fuck. 6 kills early gamers spelen echt heel erg relaxed. Wat heeft deze guy? Een SMG blauw, die heb ik al. Hier wat match. Dank u, Sean. Alrighty, then. Oké, okay, dit is nog niet eens iedereen, hè. Moet je nagaan. Holy fuck. Er zit nog een guy op het schuurtje. Of op de schuur op het huis. Denk ik. Of is hij er vanaf gesprongen? Oké, okay, ik zie in ieder geval niet 1, 2, 3 hier iemand mee lopen. Dus ik wil eigenlijk zoveel mogelijk mensen vangen wat ik kan doen. Volgens mij zit daar ook een kist altijd in. Dus deze gaan we even weg. Juist, kijk, chill. En dan kunnen we op zich wel die mooie huis even nog gaan pushen zometeen. En dan hebben we denk ik gewoon echt letterlijk iedereen... Oh, ik denk al, waar is dat geland, joh? Maar het is gewoon naast me geland. Alrighty then. Oké, okay, ik ga gewoon een beetje naar het huisje toe lopen, jongens. Oké, okay, hier zijn wel mensen geweest allemaal. Alright, sowieso. Ik zag net iemand op het dak lopen. Dus ik weet dat er nog iemand hier ergens rondsluipt. Alleen, ik weet niet zijn precieze positie. En dat is altijd wel even een dingetje. Alright, ik hoor hier ook nog een kistje onder. Ik zie hem niet lopen, man. Wat de fuck is dat? Okay, er zit sowieso nog een guy hier, man. Oké, okay, ik moet wel even oppassen dan. Ik vind het kut dat ik net geen full shield heb. Dat is zo kut, ouwe. Alright. Ik denk dat ik gewoon het dak op moet gaan, man. Ik zie niet echt iemand hier lopen. Fuck, ouwe. Oh my god! Alright, hij zit hier. Kom maar, vriend. Shit, dat was geen hit. Dit wel. Hij is weak. Hij is mij ook. Okay. Oh my god, ik had dat fucking mooi gehit daar. Chill, hij heeft ook een medkit. Oh my god, hij had me best wel nog hoe heet dat? Goed geraakt, man. Holy shit. We got him, jongens. 7 kills.
Of span, ouwe. Besef één keer dat. Dat is gewoon insane. Echt, hoeveel mensen hier ongeveer landen was ongeveer rond de 20, denk ik. Iets minder misschien wel. En wij hebben gewoon 7 kills van die ongeveer 20 man gekillt hier. What the fuck, dat is toch insane, ouwe. Holy fuck. Geef me shotgun ammo. Alright, jongens. GG, man. Oké, ik denk dat dit dus iedereen was. Ik durf het nog steeds niet te hard te roepen, want straks word ik weer in mijn nek geschoten. Je weet maar nooit. Maar oh my god, wat was dit een heerlijk begin, ouwe. Holy shit, ouwe. Alright, ik ben een beetje gewoon, I don't know, hyper, maar ook weer chill. Een beetje gemengd. En dat is wel echt het ultieme gevoel gewoon. Dat klinkt heel fout dit, maar ja, ik bedoel zeg maar, dat is echt de shit. Je speelt gewoon chill, maar alsnog ben je een beetje goed gefocust door je hyperheid. Ik hoop dat jullie überhaupt begrijpen van wat ik zeg, want volgens mij praat ik echt onzin. Het ding is, ik zit wel gewoon chill safe. En ja, die airdrop is wel heel ver weg aan de andere kant. Ik denk dat ik wat meer naar het noorden ga, dat dat verstandig is om te doen. Dat daar wat, ja, hoe midden in de season, hoe meer mensen er altijd waarschijnlijk zijn. Dus ik denk dat dat slim is om te doen. Dus we gaan gewoon een beetje daarheen boeken. Ja, ik denk niet dat echt hier heel veel mensen meer in de buurt zijn, man. Ik heb 7 mannen hier gekillt en ja, het is, I don't know, dat is heel veel zeg maar voor early game. Zeker in solos, man. Dus het wordt nu gewoon een beetje rustig chillen. Wat mats hakken hier en daar. Want dat is wel handig natuurlijk om mee te nemen. Mats, ik heb dat echt nodig. Holy shit, terwijl ik niet eens zo heel veel gebouwd heb net, man. Echt, ik denk dat ik echt letterlijk maximaal 100 materials heb gespendeerd aan deze 7 kills. Besef, what the fuck, ouwe. Dat komt omdat we in het begin natuurlijk alles met die pistol lekker killden. Dat was echt nice, jongens. Dus ook al begin je met de pistol, geef het niet op. Want je zag het, ik heb gewoon lekker 3 kills ermee kunnen pakken nog. Wow, yo, ouwe. Right, de cave zit sowieso niemand in. Het is nu gewoon een beetje scannen. Oeh, shit. Er is wel iemand geweest, maar dat kan ook misschien iemand zijn die ik net heb gekillt. Ik zie een lieve heersbeest gewoon op mijn muur lopen. What the fuck? Ja, ik heb altijd bij mijn huis op een of andere manier. Ik woon naast bomen. En hoe heet dat? Oh my, wacht, ik zie een guy. Oké, shit, oh shit. Oké. We hebben een gast gevonden. Het is een voetbalskit. Oh, dat ging niet heel soepel. Oh shit, ik moet mijn sniper reloaden. Hoe kut is dat? Dat is niet de bedoeling. Kut, waarom moet dat ding reloaden? Oké, ik heb niet in mega veel mats. Oké, piekie. Piek. Hij gaat ook piek. Shit, man. Alright, oké. Deze guy is denk ik wel een beetje goed, zeg maar. Oké, ja, dat bedoel ik. Hij weet wel wat hij aan het doen is. Fuck. Oké, even mini innemen. Oké, deze guy moeten we even concentreren, boys. Oké, even zien. Nog een mini innemen. Oh my god. Het is dat ik niet insane veel mats heb. Anders had ik hem al lang gaan pushen. Ik kan hem ook niet hitten. Ik denk dat ik er bovenop moet landen. Oké, hij piekt zo meteen bij dat muurtje. Hij denkt dat ik weet. Of wacht, let op, hij piekt daar. Zie je? Ik wist het. Let go, hij is fucking white. Oké, let's go. Pushen. Bro, ik ben echt wel veel tactics gewend hoor. Dus je. Get owned! Get owned, vriend! Oh, shit, ouwe! Oh, die kill was ziek! Oh my god, ouwe. Oh my god, de speler is zo clean, ouwe. Way, yo, gek. Yo, die guy dacht even van, ik heb deze kerel in zijn fucking broekspijp. Dacht het even niet, man. Oh my god. Hij deed de hele tijd alsof hij daar ging pieken. Maar dat, ik wist dat gewoon. Hij gaat natuurlijk daar niet pieken. Wie gaat dat nou zo dom editen, man? Holy shit. Die knaap was daar echt aangepakt, man. Ik wist precies wat hij van plan was. Man. Oh, dat voelde echt goed, die kerel. Oh, shit, ouwe. Let go. Alright. Ach, kills alweer, jongen. Wayo. Het is voor het eerst dat ik in solos weer zoveel kills pak gewoon in een game. What the fuck? Zijn dat minis trouwens? Volgens mij zag ik daar ergens. Oké, dan heb ik het verkeerd gezien, denk ik. Oh, jawel, wel minis. Ja, man. Oké, nice. Chill. Zie je? Mijn ogen zien het wel. Soms denk ik echt van, heb ik het nou goed gezien? Die ja of de nee? En dan blijkt het gewoon inderdaad gewoon dat het minis zijn in dit geval. Dus fuck it, chill, man. Rah. 8 kills, boys. Dit gaat echt nice. Ik speel gewoon echt chill. Dit heb ik echt zelden, ouwe. Dat ik gewoon zo'n rustige vibe. Gewoon lekker chill kan spelen. Lekker goed edit. Dat is echt relax, man. Soms heb je van die dagen dat je denkt van, ah, dit wordt hem echt niet vandaag met Fortnite. Maar holy shit, ik heb vandaag echt de feeling of zo, man. Dat is echt heel apart. Maar het gaat echt chill. Alright, dat is wel nice. Ja, we zitten wel een beetje in een soort area waar je niet denderend veel mensen steeds tegenkomt. Daarnaast zijn er nog wel gewoon 17 man naast mij over. Dus dat zijn nog behoorlijk wat mensen op zich. Voor in een solopotje zeker. Wow, zag ik daar nou een kogel vliegen of was dat nou iets anders? Je ziet daar mijn. Oh my god, deze guy is een god. Oh my god, ik ben gesniped van ver, jongen. Oh shit, van waar was dat? Ik zie hem daar.
Oh my god, deze guy is goed. Ik ga heel even... Oh shit, ik ga even healen, man. Holy fuck, ouwe. Deze guy weet wel wat hij aan het doen is. En ik heb geen zin in dat ik weer geraakt word door hem. Ik ben precies one-shot met een sniper. Dus ik ben de hele tijd aan het swerven, fuck dat. Oké, ik moet even een medkit vinden, man. Oh, fuck. Ik weet niet, die kerel snipt al super goed. Dus dan ben je al een soort van bangig. Want je weet dat deze guy wel wat kan. Fuck, ouwe. Oké, ik moet hier iets van een medkit uit die kist zien te vissen. Dat zal super chill zijn. Of in ieder geval iets van heals. Kom, please, geef me zombie. Geef me iets. Zombie. Nice, Benesis. Oké, nice. Hier kan ik wel mee leven. Even een dak. Dankjewel. Oké, even healen. Die guy komt sowieso mij pushen. Want hij denkt natuurlijk, oh, gretig, lekker. Ik heb hem vol gesniped, weet je. Dus dan prikken we even nog een sniper overheen. Maar dat gebeurt dus even niet, hè. Dat we dat zo laten gebeuren. Even zien, waar is die kerel? Hij komt sowieso ergens hier, denk ik. Fuck, op zich wil ik hem wel pushen. Maar aan de andere kant ben ik ook weer een soort van bangig of zo. Arno, ik denk dat die kerel wel een beetje weet wat hij aan het doen is. Oké, dus ik moet gewoon een beetje hem in de gaten houden. Ik zie hem nog niet 1, 2, 3 lopen. Ik ga gewoon iets meer naar de safe naartoe. Dat is altijd slim. Ik weet niet, je moet soms... Of je moet meestal nu in Fortnite gewoon wat slimmer spelen dan voor de kills gaan. Wil je de win natuurlijk. Kan ik hem nog ergens spotten hier in de buurt? Ik heb geen idee of hij mij is gaan pushen, man. Ik zie hem niet hier lopen, man. Alright, oké, fuck dat dan. Ik ga gewoon wat meer naar het noorden, want dit is echt de dikste high ground die je kan krijgen hier. En dat is super slim om natuurlijk te doen. Alright. Ik heb nog steeds wel een beetje een HP. Ja, ik weet niet, man. Ik heb op zich wel decent HP. Het is alleen meer van... Meer is altijd goed, you know. Ja, geef me gewoon meer HP. Oh, hier is al iemand geweest. Oké, dat is wel kut. Alright, oké. Ah, om hier een toren op te gaan bouwen is ook weer zo obvious, jongen. Dan zie je echt vanaf een afstand, jongen. Ja, man, what the fuck. Ik ben echt op een gebied gekomen waar je amper komt in deze fucking game. Ik weet niet, dit zijn altijd soort plekjes en games dat ik denk van... Wat moet je hier of zo? Of hier kom je amper? Laten we het daar maar ophalen. In ieder geval ik trouwens. Het kan zijn dat je hier altijd spant. Yo, ga je gang, zeg maar. Kom op, geef me een medkit. Oh, goed pot. Nice, daar kan ik ook mee leven. Let's go, man. Oké, dit werkt niet echt, hè? Oké, fuck it, doe het zo. Nice, jongens. Grote pot. Dat is precies wat ik nodig had, man. Nu heb ik weer een soort van zelfverzekerheid met HP. Dat is echt wat je moet hebben. Minis weer mee, dank u wel. Ik hou trouwens de pump. Ik vind die zoveel chiller dan de tactical geworden de laatste tijd. God, daar moet iemand wel rondlopen. Ja, ik zie al iemand rondlopen. Volgens mij zag ik hem daar ergens. Holy fuck, ouwe. Wat de heck is hier gebeurd? Ik ben precies weer aan de goede kant ook gewoon, volgens mij, van de map. Alright, de safe is op zich wel redelijk klein. Nog 10 man over. Natuurlijk 9 naast mij, dus dat is ja, een stukje, dat is iemand 1 minder. Laten we daar maar ophouden. Alright, oh, er ligt wel een medkit daar beneden. Ik ga voor de medkit, boys. Ik ga voor de medkit, want ik denk dat hier ook sowieso iemand... Oh, shit, ouwe. Dat hier mensen zijn. Dan kan ik even full HP zijn en hopelijk dus iemand vinden om te killen, natuurlijk. Oh my god, sowieso dat hier iemand zit. 100%. Oké, even een medkitje innemen. Uit. 9 man naast me over. Ik heb 8 kills al. Dus ik ga natuurlijk altijd voor de 10 kills. In ieder geval, daar gingen we vroeger altijd voor. In solopotjes. En dat kunnen we zeker nu ook weer gaan proberen, man. Alright, full HP. Let's go, man. Dat is precies wat ik wil hebben. Let's get it. Alright, enemies. 100% dat daar iemand zit. Dat is in ieder geval nice. Ik denk dat ik hem gewoon ga pushen, man. Ik ga hem fucking pushen. Let's get it. Ik kan hier wel uren blijven zitten. Maar holy fuck, dat is ook niet heel slim. Of heel leuk. Laten we daar maar ophouden. Oké, okay, sowieso dat hier meer mensen op afkomen, 100%. Oké, okay, hij heeft wel high ground, dus hij moet wel even een beetje... Oh, wat doet hij? Wat doet hij? Oké. Oh shit, hij loopt al door, wat? Oh, ik kan hier niet bouwen, dat is het, wauw. Ik denk al, waarom valt ik steeds naar beneden, joh? Oh my god, of course, bro, of course. Even campen, medkitje. Zie je, die medkit was super handig om in te nemen. Nee! Oh, shit, ouwe. What the fuck nou? Oh, mijn stem, sorry. Oh, wow. Oh, 9e. Fuck, ouwe. Oh. Ik zweer het je. 100%. Die guy die mij weer had of wie mij in midgame ongeveer had gesniped, dat was deze guy. 100% weer. Oh, alsjeblieft, bro. Meen je dit? Het was natuurlijk een super chill potje, dus ik vond het zeker wel een video waardig. Alleen, ik wist gewoon, toen die guy zeg maar, mij in midgame had gesniped, dat ik op een of andere manier een soort van doelwit was ofzo. En dan ga je iemand pushen en dan word je letterlijk weer gesniped. Ah, die snipers zijn zoveel. Iedereen gebruikt snipers deze tijd. Holy damn, ouwe. Het was gewoon kut dat ik heel low was door die sniper, waardoor ik werd gepusht en heel snel dood was. Shit, man. Kan gebeuren natuurlijk. Ik vond het een super chill potje om sowieso te spelen. Dus hopelijk
Vonden jullie deze video natuurlijk super leuk? Vergeet dan zeker even op die blauwe duimpje te drukken. Dat zou super dood zijn. Vergeet natuurlijk zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Om natuurlijk de dagelijkse december grind vol te houden met video's, jongens. You know it. En trouwens, jongens, sowieso dikke love naar jullie voor de support op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken. En ik zeg tot morgen om 7:30 bij een gloednieuwe video. Later, mensen.